De voormalige vuilstortplaats aan de Gewandeweg in Os moet binnen 5 jaar zijn veranderd in een groen gebied. Regelmatig zijn er werkzaamheden op het braakliggend terrein tussen de huizen Beemdweg en Gewandeweg. Sinds februari worden daar in fases deklagen met grond aangebracht. In totaal moet er 25.000 kuub grond worden gestort. De teller staat op dit moment op 3.000 kuub. Geschikt voor woningbouw wordt de vuilnisbelt niet. Als de deklaag een meter dik is, kan die worden beplant en ontstaat een open stuk groen. Maar dat duurt dus nog wel even.